4 alweer van de reeks kracht opbouwen in zonnegroeten. Ja, hè? Is het groeien? Ja, echt jongen, niet normaal. In deze video bespreken we hoe je van een hoge plank naar een lage plank kunt gaan. En van daaruit weer naar een opwaarts kijkende hond. En, rug dus, chaturanga dan dasana. Precies, chaturanga dan dasana. Kom in je hoge plank zou ik zeggen, Chantal. Dan ga ik even heel lang praten en dan mag jij lekker blijven staan. Nee hoor, ik doe het niet. Even nog over die hoge plank. Wat heel belangrijk is, is dat je mooi één lijn maakt van je hielen helemaal tot aan je schouders en je hoofd. Ja, doe je benen nog eens omhoog even. Dus dit is geen plankje, hè? Planken, ja, dat ook niet, hè? Nee. Dus goed die buikspieren aanspannen. En ja, dan gaan we naar de vloer en dat kun je dus doen door je knieën op de grond te zetten. Maar dat kun je ook doen door je lijf als een plankje helemaal recht te houden. En dan niet helemaal aan de grond, maar in een prachtige Chaturanga Dandasana. Wat sta je mooi, Chantal. En van daaruit naar een opwaarts kijkende hond, Uddha Mukha. Hartstikke mooi. Je mag nog even naar je hoge plank gaan. Heel belangrijk, of dat je nou je knieën op de grond zet of niet, bij je naar beneden gaan, is dat je die mooie rechte lijn houdt. Als je naar Chaturanga gaat, zorg ervoor, wat je hier mooi kunt zien, is dat Chantal een hele mooie hoek van 90 graden heeft. Zet je knieën maar even neer, want het is een hele pittige pose om in te verblijven. Een mooie hoek van 90 graden, van die pols en die ellebogen en die schouder. Heel goed. Wat je misschien ook zag, kon je nog even, sorry, kun je toch nog even terug in komen staan. Is dat haar schouders mooi naar voren zijn, voor haar armen. Maar in het begin is dat best wel heel erg pittig. Dus als je wil, ja sorry, je mag hem steeds eventjes laten zien. Je mag ook ietsjes hoger komen, heel goed. Je mag ook je ellebogen wat naar achter brengen, dat je iets minder in die plank heel goed kan komen door naar je opwaarts kijken. Ben je aan het afzien? Nee, het is wel belangrijk wat je zegt. Ja. Dus dat hebben we graag over. Van daaruit kun je dus ook makkelijker naar die opwaarts kijkende hond. Hè? Dan hoef je niet eerst, als je jezelf helemaal neerlegt op de grond. Kun je dat ook even laten zien? Dat je jezelf even helemaal neerlegt. Vanuit hier, heel goed dat je naar beneden komt. Daarna open je borst en kom je weer omhoog. Maar als je in die chaturanga staat, heel goed, dan kun je dus heel mooi die beweging doormaken naar die hele opwaarts kijkende hond. En van daaruit ga je weer heel mooi weer terug naar je neerwaarts kijkende hond. Heb ik alles benoemd, Chantal? Ja, zeker. Ja, hè? Niet te snel dus met je lichaam naar voren willen. Dat zie je natuurlijk op al die filmpjes al. Maar daar heb je heel veel spierkracht voor nodig. Al het gewicht van je borstkas zit dan ver voor je handen. En dat vergt gewoon meer kracht. Dus in het begin is het prima dat je ellebogen wat naar achter gaan. Als je maar lekker dicht bij je lijf houdt. En dan hebben we alles genoemd, toch? Ja, hè? Gaan we oefenen? We gaan oefenen. Nou, doe je mee? Veel succes ermee!